Het nieuwe kabinet wil de alcoholleeftijd naar 18 jaar verhogen. Wij gaan hier op het Stedelijk Gymnasium Leiden op onderzoek uit voor de beste tips om deze leeftijd te omzeilen. Tip 1. Via 16-jarige mensen al. En dat gaat nu wel vrij makkelijk, want er zijn nu al wel veel mensen 16. Dus nu is dat nogal makkelijk, maar bij 18 wordt het wel ietsje moeilijker, denk ik. Ik denk dat het eerste tijdje dat in wordt gesteld, dat er alsnog heel veel uitgaansgelegenheden zijn die dat gaan negeren. Tip 2. Ja, fake ID's, daar komen mensen ook al aan. Maar dan moet je al lang en oud lijken. Ja, eigenlijk, ik vind het niet zo'n heel erg probleem. Maar ja, je kan toch wel best wel een paar jaartjes zonder, zou ik denken. Tip 3. Nachtwinkels en... Daar vraagt inderdaad heel weinig idee en als je een oudere broer of zus hebt... Ik heb gewoon veel vrienden van 16, dus dat is niet zozeer een probleem. En er zijn ook genoeg plekken van die aftallige winkels waar je het wel gewoon mee krijgt. Tip 4. Mijn moeder heeft de been gebroken, daar kom ik een fles wijn voor halen. We zijn hier bij de Troefmarkt, een winkel vlakbij school. En we gaan aan de eigenaar even vragen of er vaak leerlingen onder de 16 zijn die alcohol proberen te kopen. Zijn er vaak leerlingen die hier alcohol stiekem proberen te kopen? Nee, zelden. Ze weten dat ik streng ben. Bij twijfel moeten ze de idee laten zien. Als ze die niet bij hebben of het klopt niet, dan krijgen ze gewoon niet klaar. Laatste tip krijgen we van mij. Lekkere verse melk tegen de kater. Tip 5.